Meneer Lelucci, vandaag de laatste wedstrijd gespeeld van de voorbereiding. Goed gevoel aan overgehouden? Ja, als je 3-0 wint, dan heb je zeker een goed gevoel, denk ik. Een aantal dingen kunnen wel beter. Alleen als je zo eindigt, dan denk ik dat je, merk ook aan de groep, aan de supporters, het leeft op. En dat is mooi. Het leek een beetje twee wedstrijden verdeeld over twee helften. De eerste helft was veel moeilijker dan de tweede helft. Waar ligt dat aan volgens jou? Voornamelijk omdat zij echt ging inzakken en het veld heel klein hielden. Wat ze wel goed deden, denk ik. Echt heel compact. Want wij willen veel tussen linies voetballen. Alleen als je dan heel compact gaat staan, dan is het lastig doorheen spelen. En daar hadden we op het begin wat lastiger mee. In de tweede helft gingen zij iets meer aanvallen, waardoor er meer ruimte kwam voor ons. En dan zag je dat we op een gegeven moment scoorden we de 1-0 en toen liepen we eroverheen. Je kan ook in de tweede helft voor het eerst gebruik maken van de gebroeders Ilić. Belangrijk dat zij erbij zijn? Ja, tuurlijk. Kwaliteitsimpuls. Dat is gewoon, zijn goede spelers, hele goede spelers. En die kan je altijd gebruiken, ja. Heb je het idee dat je helemaal klaar bent voor de start van de competitie volgende week? Jawel, ik denk het wel. Zeker. Kijk, elke wedstrijd is lastig. In de voorbereiding, in de competitie, geen enkele wedstrijd ga je met twee vingers in neus winnen. Dus je moet gewoon gebrand zijn en de motivatie, dat merk ik aan de jongens ook. Motivatie is echt hoog. Iedereen heeft dat vuur, zeg maar, in zich. En dat is, denk ik, momenteel het allerbelangrijkste. Kijk, is het nog steeds, zeg maar, in de beginnende fase, weet je wel, begin seizoen en alles is, hè, jonge groep. Alleen ik denk dat iedereen wel er klaar voor is, ja. En een vol uitvak, hè, volgende week? Ja, ik heb het niet meegekregen, ja, niks anders verwacht. Succes volgende week. Dankjewel, sorry.